ik weet, ja, het is moeilijk. Het is moeilijk om uit te leggen. En in mijn geest, mijn gids Erik zegt altijd, je doet automatic speaking. Dus je hebt automatisch schrijven. De Erik, die bij heel veel mensen... Die bij heel veel mensen komt, ja. Heel veel mensen doen automatisch schrijvend. Nemen een pen en ze laten gewoon die pen... En ze laten gewoon alles los. Ik doe hetzelfde met spreken. Ik heb een beginpunt nodig, waardoor ik eigenlijk begin te spreken. En ik voel dit en ik voel dat. En dan eenmaal dat ik daarin zit... Dan ga ik eigenlijk praten voor een gans uur. En voor mij, dan heb ik plotseling van... Oei, we zijn al bijna aan het einde. Ik heb geen besef van tijd op dat moment. Maar ze stoppen mij altijd wel op een punt waar het bijna het einde is. En als ik heel veel mensen... Ik heb eigenlijk bijna bij iedere lezing, bij iedere reading... Heb ik een uur gepraat. Die mensen hebben meestal een lijst met vragen. Hè. Die hebben geen kans gehad om die vragen te stellen... En dan ga ik ook zeggen op het einde van, zijn er nog vragen? Hè? Want misschien hebben we iets niet... En dan kijken ze naar die vragen en dan zeggen ze... Alles is aan boord gekomen. Je hebt alles beantwoord. Eigenlijk zonder dat ze die vragen nog moesten stellen. En dat is, voor mij is dat leuk, omdat dat een bevestiging is van... Ja, die weten toch al wat dan de vragen zijn. Die moeten eigenlijk niet gesteld worden. En wat er naar voren moet komen, zal bij hen binnenkomen. Hè? En dat is een soort overgave... oefening, hè? Als je echt een duidelijk channel wilt zijn die niet door eigen denken berichten beïnvloedt of manipuleert, hè? Want er zijn heel veel mediums daar die veel verschillende dingen zeggen, maar vergeet niet dat heel veel mediums het moeilijk hebben om echt wel afstand te nemen, waar dan de boodschappen beïnvloed worden door hun eigen denken, hun eigen geloofssysteem, hun eigen gevoelens. Ik stap eigenlijk buiten even. Ik ben aanwezig, maar niet meer in verbinding. Waardoor dan heel veel boodschappen... Zuiverder kunnen brengen. Ja, de mensen staan eigenlijk gewoon... Ik heb eigenlijk nog nooit een persoon gehad die zei... Ah wel, nee, ik zie... Er is nu niks... De mensen staan gewoon verstomd eigenlijk. Wat dat heel raar is voor mij, want... Op het einde van de rit ben ik dan zo van, het is toepend dat. Hey, als ik zo weer binnenkom, dan denk ik zo van, het is toepend wat er hieruit gekomen is. Dat dan een beetje klopt. Dat die mensen wel content. Dat allemaal klopt, maar dan zie ik die mensen daar zo staan vol verbijstering van, hoe weet jij dat allemaal? Ja, ik weet dat niet. Dat is gewoon... Maar het is een overgave. Hey. Ik heb zo het... mijn denken is... Het is aan jullie om ervoor te zorgen dat wat dat hieruit komt, die persoon zal helpen in wat het ook is dat die persoon hulp nodig heeft. Ja. Om liefde te ervaren, om verder te gaan, om positiviteit te kunnen ervaren. Hè. Dus ik geef eigenlijk de verantwoordelijkheid aan hen en ik zeg... Ik ben de radiospreker. Ja, ik ben gewoon de radio. Zij maken de muziek en ik ben de radio die de muziek vertaalt in iets dat kan aankomen bij mensen. Dat is eigenlijk wat ik doe. En het is voor mij nog altijd heel raar, zie je? Want als kind had ik altijd het gevoel dat ik niet alleen was. Maar ik kon dat ook niet plaatsen. Ik heb het geluk gehad dat ik opgevoed ben in een huis waar mijn ouders heel vrijdenkend waren. Dat er geen restrictie was. Er was ook geen religie. Ik ben niet opgevoed met een religie. Mijn ouders waren altijd, als er iets raars gebeurde, het zal wel de engeltjes zijn, of het zal wel iets, misschien is het een spook die gepasseerd hebt. Die waren er altijd heel open voor. Niet dat zij daar echt wel tijd in investeerden, maar ze hadden gewoon dat open denken van, ja, het zal, alles is mogelijk. Dus ik heb eigenlijk nooit geen restrictie gehad, of ik ben nooit geconditioneerd geweest door een specifiek denken. En als kind weet ik dat ik... altijd mij bekeken voelde. Hè? Als ik naar mijn bedkamer ging, ik voelde altijd op het einde van de trap boven, daar staat iemand, maar ik kon niemand zien. Maar ik voelde dat er daar iemand... En dan ging ik heel rap naar boven in mijn bed. Hè? En ik voelde dat gewoon... Of mensen die binnenkwamen en die waren aan het lachen, maar dan voelde ik mij zo triestig bij die mensen. En dan ging ik vragen aan mijn mama, ja, waarom zijn ze zo triestig? Maar die zijn niet triestig, die zijn aan het lachen. Maar ik voelde dat klopte niet. Het plaatje klopte niet met hoe dat die persoon aanvoelde. Zie je?
Maar ja, als kind staat er daar niet bij stil. Hè? Maar die gevoeligheid is er altijd geweest. Dat ik eigenlijk, mensen kunnen gewoon bij mij binnenkomen en ik kreeg onmiddellijk informatie binnen. Of ik heb mensen die een foto meebrengen en ik zeg, ja, die persoon is zo, zo en zo. En die denkt zo en zo en zo. En die zit daar vast en daar en die staan gewoon versteld. Ik kan gewoon die energie vertalen. Voor mij is dat heel gemakkelijk. En heel natuurlijk. Dus het is een deel van mijn gekozen pad. Hè. Het is een deel van mijn gekozen leven. En ik heb heel veel meegemaakt, maar dat is ook geweest ter ondersteuning van wat ik nu doe. Want ik heb heel veel emoties zelf meegemaakt. Ik heb heel veel gevochten met zelfmoordgedachten. Ik heb zware depressies geweest. Ik ben bang geweest voor van alles. Ik heb echt in angst geleefd. Ik heb echt in zelfhaat geleefd. Ik kon mezelf niet in de spiegel kijken. Ik vond mij het lelijkste wezen ooit. Ik heb echt alles, heel veel gevoelens ervaren. Maar dat was ook met de intentie dat ik die frequenties nu als dat kan oppikken. Want ik heb het ervaren, dus het is geprogrammeerd in mij. Dus als iemand bij mij komt, dan... Boom, ik weet onmiddellijk, jij bent... Hè, er is hier verkrachting geweest. Of er is hier dit. Ik heb bijvoorbeeld een reading met iemand vanuit Maryland in Amerika. En die was 65 jaar. En alles ging verkeerd. Zij had haar man verloren, haar zoon verloren. Kon haar kleinkind niet meer zien. Ze was haar job kwijt. En haar huis was ingepakt door de bank. Dus zij stond gewoon vast. En zij was volledig in een depressie. En ik denk de eerste 10 minuten, ik zei, ja, je bent verkracht geweest als kind. En ze zeggen mij dat jouw probleem zit. Dat heeft alles, als kind, als 4-jarige, is dat begonnen, zei ik. En je ouders wisten het. En al die informatie kwam naar boven. Die mevrouw begon daar te wenen. Er was niemand die wist... Haar man niet, haar familie niet. Niemand had ze ooit verteld dat zij vanaf haar 4 jaar tot haar 17 jaar uitgeprostitueerd werd door haar ouders aan buurmannen, aan vrienden die haar ouders betaalden om eigenlijk haar seksueel te misbruiken. Dus zij heeft dat al die jaren binnengehouden. Die energie is nooit verwerkt geweest. Dat die droefheid, die beschadiging eigenlijk, dat slachtoffer zijn en daar niet kunnen... Dus noemen we dat in het Engels residual energy. Dat is energie die blijft zitten, maar die niet verwerkt wordt. Dat heeft ervoor gezorgd dat alles in haar leven altijd maar constant verkeerd liep. Ja. Hè? En zij heeft met mij 1 reading gedaan. We hebben daar alles, hè, haar team heeft daar alles besproken, wat er moet veranderen. Zij was zo opgelucht dat er het iemand wist. Eindelijk, iemand die ziet wat ik heb meegemaakt. Hè, dat verdriet. En ik heb, ik denk, een jaar daarna een e-mail gekregen en haar leven is volledig veranderd. Dus ze heeft weer een job en een school met kinderen. Ze heeft een nieuw huisje, het is een klein huisje, zei ze, maar het is van mij. En ze is opnieuw in een relatie met iemand, in een relatie dat ze eigenlijk nog nooit zo'n liefde ervaren heeft. Hè? En haar zoon is ook aan het bijdragen en hij is af en toe aan het uitreiken voor contact opnieuw. Dus die ene reading heeft ervoor gezorgd dat zij eigenlijk die pijn... Hè, die energie van die jarenlange verkrachting, het gevoel van hè, de mensen die jou moeten beschermen, hè, eigenlijk een soort abandonment, een verlating, hè, gekend van die mensen, heeft ervoor gezorgd dat zij dat heeft kunnen processeren, dat zij daar een plaats heeft kunnen aan, dat ze ook de reden daarachter ontdekt heeft via haar team die dat uitgelegd heeft. Ja, kijk, je hebt dat gekozen voor die reden en dit en dit. Zodanig dat die energie verwerkt geweest is en dat ze eigenlijk verder kon. En haar leven is eigenlijk nu pas begonnen, op haar 66ste. Maar dat is fantastisch dat je zulke berichten krijgt. Nou, gewoon, allez, ik vind dat... Voor mij heeft dat voldoening van, oké... En is dat dan gebeurd via internet, zou ik dat maar zeggen? Dat is via Skype, ja. Ik heb mensen van over de hele wereld. Ik denk dat ik bijna alle landen bedekt heb nu, behalve Rusland. Ik heb mensen in China, Japan, Australië,
bijna ieder land in Europa, Canada, Amerika is mijn grootste afzetgebied. Natuurlijk, ja. Ja, die zijn daar ook heel open voor. Mm. Hè? Europa is daar nou heel gesloten over, er is daar nou heel veel taboe rond. Mensen denken aan spirituele mensen als hippies die raar aan het ronddansen zijn, maar eigenlijk het is gewoon teruggaan naar jouw natuur, naar wie dat je bent. En eigenlijk alle lagen van het mensheid, die conditioneringen, laagje per laagje te gaan loslaten. Totdat je weer tot je echte zelf komt en dan gaan de deuren open. Dan maak je dingen mee die je gewoon, oeh, dit is leuk. Dan krijg je van die synchroniciteiten, waar je eigenlijk continu bijvoorbeeld dezelfde nummers ziet of dezelfde letters. Of, dan krijg je van die momenten dat je zegt, ah, ik heb juist aan dat gedacht en die persoon belt juist. Of, dan zie je echt wel, eigenlijk door de illusies van het mensheid, dan zie je ook dat je eigenlijk de energie van deze creatie die jij creëert, kan ook gaan manipuleren in jouw voordeel. Dat je eigenlijk een samenwerking, probeer nooit energie te controleren, want controle komt vanuit een angst. En alles wat dat vanuit een angstfrequentie komt, gaat altijd negatief zijn. Maar werk samen met de energie rondom u. Je moet een correlatie hebben met de energie rondom u. En dan kan je beginnen manifesteren. Dan kan je beginnen dingen aantrekken. Maar goh, dat zou wel leuk zijn, moest ik dan een keer ervaren. En dan ga je zien dat dingen echt wel heel natuurlijk naar jou toe kunnen komen, zonder dat we eigenlijk er enorm moeten voor werken, maar we worden geconditioneerd. Je moet hard werken om iets te krijgen en je moet dit doen en je moet dat doen. En je moet vooral moeilijk zijn. Je moet doodwerken om maar succesvol te zijn, maar dat is het gewoon niet. Je moet gewoon jezelf zijn en wat dat je doet, doe het met passie. Hè. Mm. Zeker je liefde in, want wat dat je met passie doet, ga je natuurlijk naar een hogere frequentie brengen, waardoor dat je gemakkelijk kan manifesteren. Hè. En angst is gewoon een rem, dat is gerem. Dat is een rem. Angst is een nood die medegedeeld wordt. Dat is angst. Hè? Mensen die niks nodig hebben, gaan ook geen angst ervaren. Mm-hmm. Hè? We creëren angst omdat we bang zijn dat iets dat wij denken dat we nodig hebben om gelukkig te zijn, niet gaan bereiken. Ja. Dat is angst. Dus laat alle noden achterwege. Zend gewoon uit van, oh, dat zou leuk zijn en dit zou leuk zijn om te ervaren. En yes, laten we naar die richting gaan. Maar wees niet bang om het niet te bereiken. Zeg gewoon van, ondernemen, stappen, alles is zoals het moet zijn. Dan ga je ook die angsten achterwege laten. Dan ga je zien dat het manifestatieproces van dingen die je wilt ervaren op je pad laten komen, dat heel gemakkelijk gaat. Dat er eigenlijk niet zoveel werk moet ingestoken worden. En dan is het proces om daar te krijgen, om dat te bereiken, leuk. Want dan wordt het leven gewoon gemakkelijk. Ik zwijg en zij ook, nu. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. Ik neem aan van wel. Ik zal dit filmpje in stukken snijden, denk ik. Want het, dames en heren. Emmanuel, bravo. Nee, dankjewel. Fantastisch. Graag gedaan. Ik knuffel ze meteen buiten beeld, want dat gaat even duren. Ja. What I do now is, I'm no longer, at this moment, in my spiritual form, I'm not creating. There's no need for it. But I am assisting young artists that are coming into this journey right now. Because, and not just artists, he says, I'm also assisting engineers, and I'm assisting musical talent, and anybody who is working with the creative genius of source. And a lot of children nowadays are coming in with that direct connection. I am assisting, I am aiding them to stay true to who they are, because they are being they see the talent, parents will see the talent, and then they will be placed upon schools who will try and limit
that talent, who will try and force it in directions that only minimizes the effect that their talent can have. And I am here to support and give these children the strength to tell those teachers, no, this is how I do it, and this is how it's gonna stay. So they are the ones who will use creative thinking, who will use art, music to heal people. So yeah, that's what he's doing. So he's just showing me how he's feeding them with energy, and he's giving them thoughts and ideas and strength to stay true to who they are, because society will try and minimize and limit their creative mind so they can control it. And the new generation can no longer be controlled. That is why I'm here. Well, and that what I see is that it what we do is we take kids and then we try to help them, but then really we're just trying to run it through us, not on purpose, but we're directing them instead of letting them direct it themselves, which is very hard as a mother to not do that. He says, because really indirectly we are trying to force what we were taught, what we are learning, what we believe is right for them, upon them. But the only person who knows what is right for them is them, and we just need to have faith that even a small child knows exactly what and where it wants to go to. So how do we as parents guide these children? It's about open communication. It's about asking their opinion. It's about validating their opinion and finding a way to support their opinion that is in a safe way for them. Give them a chance to share and express their thoughts and feelings about where they want to go, what they want to do, how they experience things. And don't... See, most people will, or most parents will say, oh, you're too young, you don't know that. And you know, they will limit, they will instantly crush people's dreams. You know, they will instantly say, oh, I don't think you have the skills to do that, or that's not a good job. Maybe you should try something that's going to make more money. You know, a lot of people limit their children. But when a child comes up and tells you, hey, I want to paint, I want to be creative, a lot of parents still try to push them in a direction that's going to provide an income. Right. Because they have the fear that being creative can't provide an income. It's a tricky thing. But if you induce your fear into that child, then that child will carry that fear with it. And it will never get to the point where it could have been, because it carried the fear for the rest of its life. So be very aware and become very aware of your own thoughts and feelings and how you address the child's dreams. Believe in them as much as they believe in themselves, and they will mount up to exactly what they told you they would do. Oh, that's beautiful. That's beautiful. And that is a huge difference I see from parenting even 20 years ago. It was more of a do as I say, not as I do. Children are to be seen and not heard. And we've shifted, a lot of folks that I know have shifted into the, we're not equal, but we are. We're just further along on the path. And I love seeing that. That seems to be moving in that direction. He says adults have more experience in the human existence. Mm-hmm. But children have more experience in connecting to source. He says, dare to be different. Dare to be you. The biggest challenge that humanity is facing right now is they're being faced with two choices. Do I become like everyone else, or do I dare to become me? Exactly. That is the biggest question right now. And, you know, he's saying we're all here to learn. We're all here to experience, to assimilate and create through observation of the relationships around us, whether that is a human relationship, whether that is the relationship with our environment, whether that is the relationship with ourselves. Did
the isolation helped me to be very aware of my now moment without having disruptions or distractions. Being surrounded by wonderful children and their joy and their pureness, that energy gave me hope. It is what kept me going. Without the children, I would have probably left a lot sooner. Now, when you say children, your children that you had, or just children in general? All children. I would receive drawings. I would have groups come over and we would have fun. And there's something about a child's energy that's just, it's magical, because there's no filters and there's no disruptions and there's no manipulations present. It is pure. And I never felt that with the people around me. I never felt like I could trust anyone. The only people I could trust were younger. And those are the people I felt connected with and I felt comfortable with. And I know that that was very weird to a lot of people, but when you grow up and you can't even trust your own mom and dad to love you and to support you and to be there unconditionally for you, when you grow up with people who are supposed to love you and they always have agendas behind everything that they do, when all of your friends and all of your the people that you work with, they do it for something, to get something out of it, you lose your trust in people. You lose your faith in humanity. And children was the only pure energy that I could connect to that truly restored my faith in mankind, that there were still possibilities and opportunities to create a society where everyone is loved and accepted and could be who they wanted to be. And that was the great thing about a child's power, I think. You always said we can learn a lot from children, from their innocence and wonder at how they look at the world. From the perspective of where you are now, do you still believe this? Is there any advice you can give us to help us heal the world? Absolutely. Like I said, children have that pure, unaltered, unpolluted connection with themselves, with their environment, and with their source. So their knowledge and their understanding of what we are here to do and who we are supposed to be is really spot on. And then what happens is we alter them. We take away their magic. We provide them with fears, with false truths, with misbeliefs. That really destroys the connection with their own source. And they become brainwashed as early as 5 years old. And it takes them a whole lifetime after that to find themselves again. And sometimes they don't even get there. So my advice is to never underestimate children's knowledge and wisdom. They have a greater understanding of our path than we do as adults. So teach them the tools that they need to nourish their inner wisdom and to hold on to their own beliefs and truths, because your reality is always created by your own beliefs and by your understanding of the universe. So don't predetermine who they should be or what they should do, but allow them to be free to make those choices themselves, and always, always support them in their dreams and their desired adventures, and just love them unconditionally. Don't teach them how to fail, but teach them how to grow from disappointment. That is my advice to every parent out there.